In een opiniestuk klaagt Antwerp CD&V Erben Wallano vandaag enkele uitspraken aan van de Antwerpse burgemeester. Lano verwoordt daarin wat al langer sluimert bij de Antwerpse Christen-Democraten. Na de laatste oproep van de Wever aan de moslims om afstand te nemen van moslimextremisme, zijn ze het beu. De meester, hij doet het weer. Wat heeft naar ons gevoel, of ook naar mijn gevoel, de burgemeester gedaan, opnieuw eigenlijk een poging gedaan om mensen tegen elkaar op te zetten. Om de Antwerpenaren in categorieën te verdelen, moslims, niet-moslims. En wij denken echt dat dat niet verstandig is. Wij zouden liever hebben dat we eigenlijk samen met alle Antwerpenaren de dialoog aangaan om van die stad, waar dat we allemaal in wonen, een betere stad te maken. En dat doe je absoluut niet met te polariseren, dat doe je absoluut niet met mensen in categorieën op te delen en wij zouden het graag op een andere manier zien. Het verschil in stijl staat volgens Bastiaans niet in de weg van een goede samenwerking. Bij Open VLD weten ze nog niet wie de Antwerpse kieslijst voor het Vlaams parlement zal trekken. Zowel Bart Somers als Dirk van Mechelen, de burgemeesters van Mechelen en die van Capelle, willen beide de lijst aanvoeren en geen van beiden wil een stap terugzetten. Je moet daar niet flauw over doen. In alle partijen is de periode van lijstvorming altijd moeilijk. Je ziet dat nu ook bij CD&V en bij SPA en straks ook bij de N-VA neem ik aan. Dus wij moeten daar echt niet ons over schamen. Ik denk dat het heel normaal is. En uiteindelijk zullen wij een lijstvolgorde bepalen en samen eensgezind naar die verkiezingen gaan. De vergadering gisteravond werd geschorst zonder beslissing. Zo wordt er tijd gewonnen tot misschien één van de twee zich alsnog terugtrekt uit de interne kiesstrijd. Als dat niet gebeurt, dan volgt er zaterdag een stemronde. Daar zal dan door de liberale partijleden van de provincie Antwerpen beslist worden of Bart Somers dan wel Dirk van Mechelen hun Vlaamse kopman wordt in mei.